Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hallo. Hendrik Lostop. Suiker. Wat is er mis mee en hoe kun je het toch nog een beetje zoet houden? In deze aflevering. Suiker is om te beginnen een stof die je bloed zuur maakt. En dat kost je mineralen. Mineralen waar je grote behoefte aan hebt om welvaartsziektes te voorkomen. Het is zelfs zo dat mensen die geheel suiker uit hun dieet schrappen, dat ze erin geslaagd zijn om kanker van zich af te schudden. Dat kan dus. Het omgekeerde van zuur is alkalisch. Probeer eraan te werken om je bloed licht alkalisch te houden. Het tweede met suiker is je bloedsuikerspiegel. Met snelle suikers schiet de bloedsuikerspiegel omhoog. Dat wekt insuline op. Dat insuline maakt vet uit suiker. Je krijgt een hoge bloeddruk van een hoog bloedsuikerspiegel. Je krijgt weinig fut van een hoog bloedsuikerspiegel. En dat ligt niet alleen aan snelle suikers, maar ook aan gewoon koolhydraten zoals brood, rijst, pasta. En blijft die hoge bloedsuikerspiegel aanhouden, dan werk je toe richting insulineresistentie en diabetes type 2. Geen feest dus. Normaal tafelsuiker bestaat uit glucose en fructose. Glucose is prima, dat is onze brandstof. Maar fructose, fruitsuiker, klinkt heel leuk, maar wordt alleen maar afgebroken in ons lever. Daar hebben we dus helemaal niets aan. Je kunt het gewoon een gifstof noemen. Let op de verborgen suikers, zoals in bier, wijn, natuurlijk in frisdrank, maar ook in vruchtensap. Opgeleukte suikers, rietsuiker, klinkt heel toch een stuk gezonder, maar is het niet. Agavestroop, net zo min. Ga er niet over tot het gebruik van kunstmatige zoetstoffen, maar dat is zo mogelijk nog erger. Laten we maar eens even kijken naar de grootste van deze. Aspartaam is zonder twijfel de grootste van de zoetstoffen. Het wordt gemaakt door Monsanto. Een bedrijf wat groot is geworden met bestrijdingsmiddelen. Zoals 245T, Agent Orange. Het ontbladeringsmiddel van de oorlog in Vietnam. Nou, daar zat in dat middel zat nog wat dioxine. Dat is ongeveer het giftigste wat mensen kunnen maken. En daaruit ontstonden geboorteafwijkingen die te eng zijn om hier te laten zien. Dus dat doe ik niet. De FDA, dat is de Amerikaanse voedselwaakhond, dat is net zoiets als de EFSA hier in Europa, die wilde aspartaam niet goedkeuren, omdat het net zo'n nare stof is als smaakversterker die er doorheen is geglipt. Dat is namelijk ook een stof waar je hersenafwijkingen van krijgt. Nou, in het eerste kabinet van Ronald Reagan is toen Donald Rumsfeld erbij gekomen. In 1980 heeft hij toen aspartaam alsnog goed laten keuren. Tegen alle wetenschappelijk bewijs in. En zo zit het nu ook in Europa. In allerlei lightproducten en zoetjes. Leuk, hè? En er komen nog steeds verdachte nieuwe zoetstoffen bij. Let dus op. Wie in plaats van suiker toch een zoetstof wil, kan bijvoorbeeld eens stevia proberen. Vloeibare vorm of als zoetje. In beide gevallen staat op de verpakking voor uitwendig gebruik. Smeer maar in je haar. Maar omdat Cargill, Coca-Cola en Pepsi-Cola er een oog op hebben laten vallen, zal het binnenkort ook veilig verklaard worden in Europa en in Amerika. Stevia komt van een plantje uit Zuid-Amerika en dat plantje vind je ook bij de tuinhandel. En sommige winkels verkopen het verpoederde, gedroogde blad ook als zoetmiddel. Het smaakt misschien een beetje bitter, dus dat moet je even zelf bepalen of je ermee door wil gaan. Als je het kunt vinden, is xylitol ook een geschikt zoetmiddel. Ook natuurlijk. En hier met suiker vinden we palmsuiker. Dit soort schijven vind je bij de toko. Daar zitten nog goede stoffen tussen. En datzelfde geldt ook voor honing. Dat maakt het een langzamere suiker. De
topper in de honing is absoluut wel Manuka honing. Die is dus ook wat duurder. Er is dus nog keuze voor als je van zoet houdt. Tot slot staat er onder de video staan er nog wat links, want hier is nog een hoop over te vertellen en te lezen. En bedankt voor het kijken.